Welkom in Poblenou. Deze wijk van Barcelona werd in de 19e eeuw ook wel het Manchester van Catalonië genoemd, omwille van zijn immense industriële activiteit. Dat is natuurlijk lang geleden en tegenwoordig zie je hier vooral ongebruikte fabrieksschoorstenen en veel bedrijven uit de technologische en creatieve sector. Ideale omgeving om het te hebben over een boek van Didier Eribon. Een memoir, een familiegeschiedenis en een jacuzze over de Franse arbeidersklasse. Terug naar Reims. Het is vreemd hoe boeken soms jaren na hun eerste publicatie opeens een duw krijgen. Terug naar Reims verscheen voor het eerst in 2009. Er zijn in Frankrijk ongeveer 100.000 exemplaren van verkocht en nu opeens begint het boek aan een internationale carrière. Eind vorig jaar was er de Spaanse vertaling. Rond die tijd ging er ook een toneelstuk in première in Duitsland van de bekende regisseur Thomas Ostermeyer, gebaseerd op Eribon's boek. En nu zijn er de Engelse en de Nederlandse vertalingen. De terugkeer naar Reims hoef je niet letterlijk te nemen. Het is niet naar de streek van zijn kindertijd dat de Franse filosoof en socioloog Didier Eribon terugkeert, maar naar een milieu. Eribon heeft al jaren geen contact meer gehad met zijn familie als zijn moeder hem opbelt met de boodschap dat zijn vader overleden is. En dat is het moment om zijn vervreemding van het arbeidersmilieu waaruit hij zich losmaakte kritisch onder de loep te nemen, om zowel zijn eigen verleden als zijn gedrag recht in de ogen te kijken. De dag daarop bracht ik de middag door met mijn moeder. Ze haalde een paar dozen met foto's uit de kast. Ik kreeg het arbeidersmilieu waarin ik was opgegroeid weer onder ogen. Net als de bijbehorende armoede, die valt af te lezen uit de aanblik van de woningen op de achtergrond van de woonkamers, de kleding en de lichamen zelf. Het is altijd duizelingwekkend hoezeer lichamen op oude foto's onmiddellijk te herkennen zijn als sociale lichamen, lichamen van een bepaalde klasse. Eribon noemt zichzelf een klassenmigrant. Hij heeft gestudeerd en hij heeft een zeker aanzien als intellectueel. Dat op zich zou al een barrière zijn tussen hem en zijn familie, maar hij is bovendien homoseksueel en dat kon zijn vader echt niet hebben. Toen hij begon te studeren, schaamde Eribon zich regelmatig omwille van zijn afkomst. Maar tegelijk schaamde hij zich voor die schaamte, want welk recht had hij om neer te kijken op zijn familie en zijn ouders? Maar Eribon noemt zichzelf ook een uitzondering. Het is heel moeilijk om van sociale klasse te veranderen, betoogt hij. En voor het onderwijs heeft hij alleen maar harde woorden. Het onderwijs lijkt alleen maar geschikt om kinderen uit arbeidersmilieus subtiel naar de minder prestigieuze studierichtingen af te leiden. In de verhalen die Eribon hoort van zijn moeder over haar kindertijd en haar familie, Eribon noemt het zelf een aaneenschakeling van schandes, in die verhalen hoor je hetzelfde refrein. Soms willen mensen graag een ander leven dan datgene waarin ze geboren zijn. Maar het systeem zet hen altijd terug op hun plaats. Terug naar Reims heeft hoofdstukken waarin de politieke analyse domineert, maar er zijn ook persoonlijker momenten, zoals over Eribon's homoseksualiteit in het laatste hoofdstuk. En onvermijdelijk ook over de relatie met zijn vader. De verwijdering is zo groot dat Eribon zijn vader zelfs nooit heeft opgezocht in het verzorgingstehuis waar hij zijn dagen sleet. Maar er blijft toch iets van een band. Van zijn moeder hoort hij dat zijn vader erg trots op hem was toen hij op tv verscheen om te praten over zijn boek Réflexion sur la question gay. Hij was beducht op het commentaar en de grappen die dat zou uitlokken, schrijft Eribon, en had tegen mijn moeder gezegd: als iemand er iets over zegt, sla ik hem op zijn bek. En je merkt dat dat de auteur toch iets doet. Tijdens Eribon's leven is de Franse arbeidersklasse veranderd. Of tenminste, dat lijkt zo. Vroeger stemden ze en bloc communistisch, nu stemmen ze en masse extreem rechts. Over zijn opa schrijft hij: hij was communistisch zoals de bourgeoisie rechts is. Dat vond hij vanzelfsprekend. Het hoorde bij de klasseidentiteit, die je net als je genetisch erfgoed meekreeg bij je geboorte. De analyse die Eribon presenteert is intussen niet nieuw meer. De arbeider stemde op wie hem duidelijk vertegenwoordigde in het parlement en toen links steeds neoliberaler werd en zich afkeerde van de arbeider, verschoof die klasse haar voorkeur naar rechts. De xenofobie, schrijft Eribon, was er altijd al, ook toen de arbeiders nog links stemden. En uiteindelijk is ook die xenofobie niets meer dan platte jaloezie. Een middel om zich beter te voelen dan mensen die het nog minder hadden, een manier om in je eigen ogen te bestaan. Terug naar Reims is geen dik boek, je leest het op een middagje uit, maar er komen heel veel verschillende dingen in aan bod, zoals je waarschijnlijk wel gemerkt zal hebben. Het bestrijkt veel meer terrein dan Reims. Het is ook een opvallend toegankelijk boek, wat je misschien niet zou verwachten van een Franse intellectueel. Oké, er zijn een aantal passages waarin Eribon opeens woorden als epistemologisch en klassenhabitus begint te gebruiken met hetzelfde gemak als waarmee een normaal mens brood of kaas zegt, maar dat zijn uitzonderingen. Over het algemeen is dit een opvallend emotioneel understated en boeiend boek.